weet je wat ik mooi vind? Kijk, het leven van Jan Bonskamp is... in eerste instantie denk je van voetbal. Maar wat ontroerend is juist, is je kleinkinderen. Ja. Want daar, dat is volgens mij 10 keer belangrijker dan het voetbal. Meer dan 100. Nog belangrijker dan Feyenoord, alles. Dat is het belangrijkste wat er is. Toch? Ja, voor mij wel. Is dat leven buiten voetbal... Want jij is vreed voetbal, jij ziet alles, altijd. Maar is het leven buiten voetbal groter geworden naarmate je... Ja, nou, het is vooral toen Jenny overleed. Ja, dan ben ik het heel anders. Want vroeger was voetbal, dat was het belangrijkste. Want ja, daar leefden we van en noem maar op. En ineens, waar je eigenlijk veel aan te danken was, ineens weg. En ineens, waar moet ik het nou nog voor doen, al die gekke dingen. En toen kwam mijn eerste kleinzoon, die ze nog gezien heb. Mm-hmm. En aangeraakt. En dan, er zijn die gasten bijvoorbeeld maar niks anders te doen. Er zijn er nog 6 gekomen. Dus, en dan heb ik 7 kleinkinderen. Dus elk jaar ga ik met zo'n vakantie met mijn kleinzoons. En dit jaar gaan we voor het eerst gaan mijn kleindochters mee. Ik heb er 3 kleindochters, 4 kleinzoons. Maar alleen maar met mij. Dus in het begin werd ik helemaal gestoord van die gasten. Ja. Dat is echt normaal. Maar met die meiden, ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Weet je. Nee, als die gasten stom vervelend zijn, dan geef ik ze een rotschop. Ja. Zo simpel. Maar die meiden niet. Maar die meiden, en nu gaan ze toch voor het eerst mee naar het werelds. Wat ga je doen? Nou, ze willen dus naar Walt Disneyland in Amerika. Dus doe je dan maar als goede opa, dus toch? Jij dat gaat met... Ja, maar ga je dan in je eentje met... Ja. Ik weet niet, hoeveel zijn er? Ja. Zeven. Zeven, ja. En hoe oud zijn ze dan? Wow. De oudste is 17 en de jongste is 9. Zo. Leuk. Ah, werelds, man. Stoer. Ik vind het gedurfd ook. Maar met je gasten heb je geen probleem meer, weet je. Dan geef je gewoon, een kegel. Ja. Zo. Maar die meiden, dan ga ik eerst een keer. Dan weet ik niet wat ik moet doen met die meiden. Dus dan moet ik afwachten. Maar hebben zij het gelezen, bijvoorbeeld, dit?